Het schilderij is klaar, voor zover het klaar is. Maar het is nou in een staat dat ik het jullie durf laten zien, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk was Floris een uitstapje voor hem. En natuurlijk uitstapjes tussen twee haakjes. Hè? Want begrijp me goed, het was een zeer professionele aangelegenheid, ook voor mij. Hè? Want je bent artiest of je bent het niet. Maar mijn ziel was het schilderen. Cinderella, die rol was zo compleet dat die missie was volbracht. Ik denk dat je dat zou kunnen zeggen. Hoewel, als nu Paul van Hoeven mij gaat bellen en biedt mij een rol aan voor, zeg, weet ik, in de miljoenen, kan ik dat wel gebruiken voor een tentoonstelling. Ik zou dan wel weer een uitstapje maken naar het toneel. Bam! Geschouwd, gezien, ben ik er blij om dat het zo gelopen is. Want zoals ik al gezegd heb, ik vond het formidabel om in Floris te spelen. En ik heb daar zoveel van geleerd ook, omdat ik dat nu ook in dit leven uiteraard kan gebruiken. Het opvallendste bouwwerk in Hernen is een oud kasteeltje dat prachtig is gerestaureerd en te bezichtigen. De zwanen van kasteel de Doornenburg, dat geprikt is aan de vork van Waal en Rijn, vlakbij Nijmegen. Dit is de nu lege binnenplaats uit Floris. Het is de middeleeuwse kant. De Gelderland heeft zulke prachtige kastelen. We zijn door het hele land getrokken, we hebben alles gezien. Maar dat was zo duidelijk dat het daar gedraaid moest worden. Want ik denk dat het echt gebaseerd was op het feit dat je daar dat je genoeg landschap had. Dat je bomen had, bosjes, dat je water had. De meeste van de dingen waren in Gelderland. Wat opvalt in de serie is dat relatief laat vrouwen om de hoek komen kijken. Waarom was dat? Dat is gewoon een vergissing. Dat is een ernstige fout die ik heb gemaakt. Gelukkig zijn er toen toch twee vrouwen in terecht gekomen. Ada en haar kamenierster. Een toernooi. Dat noemt hij een feest. En door de kracht van de actrices merkte ik later, toen de serie vertoond werd, dat ik een vergissing had begaan. Ik had die vrouwen veel eerder en veel vaker moeten laten terugkomen. Het is allemaal zo lang geleden, 30 jaar geleden, dat is lang hoor. Ik weet wel dat Max Appelboom die vrije productie ging doen. En ik dus een ontmoeting zou hebben met de regisseur. En dat Paul me eigenlijk toen meteen ter plekke heeft aangenomen. Hij vond me waarschijnlijk toen toch meteen het type. Het beste is voor je nog niet goed genoeg. Voelt u eens? Hoe zacht. Puur dons. Voelt u? Zacht, ja. En hier, deze stoelen. Probeert u eens. En? Heerlijk. Droog hier. Zing nog eens een moppie voor ons. Wanneer een knaap en maan. Floris heeft dan de hele dag gevochten, natuurlijk doodmoe. En dan valt per ongeluk zijn hand tegen mijn hand. En denkt Ada, ah. Oh. En dan is hij in slaap gevallen. Dan neem de liefde al spelend toe en geen van mij. Want je kan je zo voorstellen, in die tijd, vroeger was het natuurlijk zo dat de meisjes en jongens gingen natuurlijk niet zo vrij met elkaar om. Dus al een hand geven was toch al heel bijzonder. Hij slaapt? Hij slaapt. Hij slaapt. Wat? Hij slaapt. Het hele seksuele leven in dit soort series, hè, Kapitein Rob, Dick Bos,
Al die cartoonachtige dingen en Robin Hood zeker niet. Die heeft niks in de broek. Dat kan niet. Daar gaan we niet aan beginnen. Dat is een heel andere serie. Dus dat was bij hem ook zo. Zo'n eerste lied als je 8 jaar bent. Zoiets was het denk ik meer. Ja. Heel interessant, maar niet echt jeuk. Ik heb maar 1 aflevering gehad waar vrouwen in zaten, geloof ik. Dat was Diane Dobbelman en Ida Bons. En voor de rest heb ik heel weinig vrouwen omheen gehad. Het was een mannenfilm. Het was een actiefilm. Er staat ook eigenlijk geen romantisch verhaal in. Geef je over. Heb medelijden. Edele heren. Ik bid u. Heb medelijden. Met een arme struikrover. Wat een lafaard. Beloof dat je het nooit meer zal doen. Nooit meer. Want het waren toch best een beetje geëmancipeerde, voor de middeleeuwen best geëmancipeerde vrouwen die daar in mannenkleren die heren wel eens even een lesje zouden leren. Paul Verhoeven, fysiek geweld, dat ambieerde niet wel. Maar ja, het was natuurlijk ook zo in de middeleeuwen, was het toch niet anders. Dus hij vond het heerlijk om te laten zien. Ik vind dat leuk geweld, toch? Altijd. Zou ik dat maar duidelijk op tafel leggen nog eens een keer. Maar ik vind geweld, vind ik helemaal niet verwerpelijk. Ik begrijp niet waarom mensen er altijd zo'n probleem mee hebben, want de wereld zit vol met geweld. Paul, en dat bleek toen altijd, later is het natuurlijk uitgekomen, is een kijvende regisseur. Het was een mathematicus eigenlijk. Hij had precies in zijn hoofd wat hij wilde. Het was in zekere mate, het was niet zozeer een acteursregisseur. Hij ging niet met je zitten aan de tafel en zeggen, dat is het karakter van die man, je moet het zo doen. De techniek was het belangrijkste voor hem. Ik vond het een vrij keurige serie. Ik had een heel groot zwaard, weet ik nog wel. Nou, dat was dus, daar heb ik nooit iemand mee geslagen. We hadden 3 afleveringen gemaakt en toen werd ik opgebeld door een zeer bekend journalist. En die zei van, hoe vind jij dat die gewelddadigheid in die serie? Ik zeg, gewelddadigheid? Ik zeg, welke gewelddadigheid? Het is een kinderserie, er zit helemaal geen gewelddadigheid in. Hij zei, nou, wij vinden dat het zeer gewelddadig is. Ik zeg, nou, bent u wel eens in slaap gepraat door uw oma met de wolf met de 7 geitjes? Zeg dat de buik opengesneden wordt en dat er dan weer geitjes uitkomen en al die grappen meer. Dat is gewelddadig. Mooie scherpe punten. Stop hem erin. Dat hou je niet voor mogelijk, want wat je nu ziet dat allemaal kan. In die tijd was het natuurlijk echt nieuw. Dat ze inderdaad, mensen kregen misschien wel eens een duimschroeven aan of zo. Maar ja, het goede, het werd daarna ook weer snel gerelativeerd. Dus kinderen hadden zoiets van, oh ja. En wat je ook wel in die filmen van Walt Disney ziet, dan denk je, jeetje, kinderen slapen niet. Maar even daarna, dan wordt dat weer opgelost en dan zijn ze het volgens mij ook wel weer kwijt. Openmaken. Wat is er? Is hij dood? Hij ligt gewoon te slapen. Ik ben opgegroeid met Grimm. En met het... De grootheid van de fantasie is veel radicaler in allerlei vormen dan dat gezeik over dat het wat te grimmig is voor sommige mensen. Ik vind dat het de enige plek is waar je dat wel kunt doen. Je hoeft er niet van te houden, dat is iets anders. Ja. Het is zo lief het geknok. Ik kan er wordt toch eigenlijk niet echt iets vreselijks met die mensen. Het is allemaal boem, af, boem, het is dan niet zo dat je denkt, oh, dat is heel realistisch gedaan. Het is vreselijk over de top. Schuifje. Holderstein! Holderstein! Ah.
geweld is deels van ons leven. En ik vond dat dat ook in zo'n serie best tot op zekere hoogte aanwezig kon zijn. En ik had ook buitengewoon plezier om Rijnboud op het rad te spannen. Waar is het zegel? Dat was het ergste, geloof ik. Dat vonden mensen het ergste, dat die daar uitgerekt. Waar is het zegel? Het is duidelijk een beetje aangezet en grotesk en over de top gespeeld. Zodat het dacht, nou ja, dat is niet helemaal echt. Maar het geeft ongeveer aan dat ze gemeen zijn. Dat die mensen gemene loeders zijn daar. En die moeten door Floris goed gestraft worden. Er zijn trouwens plannen voor een nieuwe Floris in Nederland. Zou jij de rol van de oude Floris willen spelen? Ja, goed, als er wat in gesabeld wordt, dan vind ik wel dat het leuk is. Ik wil graag wat met het zwaard heen en weer. Het lijkt mij hartstikke leuk. Het lijkt me ook enig om weer met Rutger te filmen en te werken. Maar ja, ik weet het niet. Ik heb er zelf persoonlijk nog niks over gehoord. Ze hebben mij nog niet benaderd. Als je Floris echt zou willen maken op niveau. En met een nieuwe cast natuurlijk. Misschien met Rutger als de vader van Floris of zo, die jonge Floris. Dan heb je gewoon veel meer geld nodig. Dan moet je dat natuurlijk toch een beetje vergelijken met Van Val la Tulipe. Of de Drie Musketeers of zoiets. In die richting moet je het zien. Nou ja, dan praat je helemaal niet over $5 miljoen. Dan praat je gewoon over $50 miljoen. Je kunt makkelijk zeggen, we doen een andere Blade Runner of Hitcher of Lady Hawk of Floris, omdat je weet wat het is. Maar het is moeilijk om het te maken. En laat ze maar doen. Thank you.